ben geboeid door verschillen tussen leerlingen. Elk kind is anders en niet elk kind leert op dezelfde manier. Toch bepalen veel scholen voor kinderen hoe ze moeten leren en moeten alle kinderen in de klas hetzelfde doen. Maar wat als je dat niet wilt? Bijvoorbeeld omdat je zelf wilt bepalen wat en hoe je gaat leren. Ja, het is natuurlijk leren op je eigen manier. Dat is echt wel hoe Agora werkt natuurlijk. Ik leer echt dingen wat ik echt leuk vind om te doen. En ik leer ook, als ik kijk misschien naar mijn broers of zo, die zeggen soms, ja, je leert er niet zo heel veel. Maar je leert eigenlijk gewoon veel dingen, maar je merkt er soms niet. Mats zit op het Agora in Leiden. Vakken, toetsen, klassenroosters en huiswerk zijn er ingeruild voor door de leerlingen zelf bedachte projecten, die ze challenges noemen. Elk kind is geschikt voor Agora, maar elke ouder is soms niet geschikt voor Agora. Want de ouders die hebben ook best een grote invloed op mijn schooljaar. Want ik ga natuurlijk challenges doen waar mijn ouders ook mijn ouders ook goed vinden. Jezus. Dit is het pad. Nee, ik heb daar ook mijn achter zo gelopen. Oh. Gaan we redden binnen 20 minuten, denk ik. Jawel. En anders, joh, we maken het uit, lekker rond. Ja, na jou zijn er ook de presentaties. Ja, dat snap ik ook wel. Maar die kan hier gewoon onder. Ja, dit is van het eind, waar sta ik begin en waar sta ik nu. Wel leuk dat het achter elkaar zo. Denk boom. Nou, hallo. Ja. Welkom. Goedemiddag. Jullie mogen allebei aan de kant gaan zitten. Aan hun kant. Bijna in het midden. Ik in midden. Ik ben misschien nog wel de meest sceptische in het hele verhaal. Omdat het natuurlijk een onderwijsvorm is die wij sowieso, of niemand eigenlijk nog kent. Nee. Maar aan de andere kant, hoe langer ik over nadenk, is het wel, en dat zat hem nu ook een beetje in, welk niveau krijg je mee van de basisschool? Is helemaal niet belangrijk meer op het moment dat je hier aan begint. Nee. Maar eigenlijk is het einde basisschool al, waar ze beginnen met, oké, jij bent zo'n kind, jij moet eigenlijk dat en dat en dat gaan doen. Ja. Ah, waarom? Weet je wel. Ja. Ze zijn 12, ja. 11, 12, 13 als ze van de basisschool afkomen. En op die leeftijd zijn de verschillen gewoon zo groot. Ook gewoon in rijping, in ontwikkeling, ja. In wat ze thuis hebben meegemaakt. Je kan niet één lijn trekken. Nee, eens. Ja. Veel kinderen voelen niet dat hun talenten gezien zijn eerder in het onderwijs. En vooral cognitieve talenten, die worden natuurlijk heel erg gewaardeerd. En als je andere talenten hebt, ja, dan heb je vaak het gevoel dat je niet gezien bent, of het niet goed doet, of niet mee kan komen, of misschien niet slim genoeg bent. Terwijl dat is niet zo. Je hebt gewoon andere talenten. Ja, in het begin van het jaar was het meer van, ik stond er gewoon open in, ik liet allemaal me afkomen, maar nu weet ik echt wel wat ik wil doen, waar mijn interesses liggen. Doordat ik mijn interesses ga leren, vind ik het ook heel leuk om naar school te gaan. Ik hoor natuurlijk ook veel van mijn broers dat ze denken, ik vind school niet leuk. Maar ik zeg, ik vind school op zich wel leuk, ik vind het niet verkeerd om naartoe te gaan. En wat we hier echt niet doen, en dat vind ik echt heel fijn, is we vergelijken kinderen dus niet met elkaar. Nee. Dus je hebt nooit meer in de klas dat je om je heen hoeft te kijken en denkt, ik heb het slecht gedaan en zij hebben het goed gedaan, hij is beter, hij was beter. Ik ben een loser of ik ben niet goed genoeg. Dat heb je niet. Je vergelijkt jezelf alleen met jezelf een tijdje geleden. Ja. Ik kan nu het wel wat toen niet lukte. Ja. Ik zeg niet zo graag dat ik iets goed doe, maar natuurlijk de quad waar ik net over had. Het is best wel een groot project geweest, best wel lastig. Maar natuurlijk van die fouten leer je wel. En dat zie ik wat ik net zei bij de skelter, dat het best wel snel gaat. En doordat het zo snel gaat, ben ik best wel trots op dat het zo is gelopen. Ik vind het mooi dat je dat zegt, want het is natuurlijk ook een kopje in onze monitor. Learning points from former challenges of challenges before. En jij benoemt er nu zo een. Ja. Goed gedaan, man. Hey. Hallo!
Hoi, wij zijn twee Agora-leerlingen. Wij hebben het YouTube-kanaal gemaakt. Ik ben Sam en dat is... Ik ben Messel. Okay. We hadden een leuk video-idee. We gaan over een tijdje gaan we een Q&A opnemen. Het maken van die video's. Ze hebben nu echt best wel wat kilometers in gemaakt. Maar waar wil jij beter in worden? Ik denk ook wel de kwaliteit en zo. Dus je bedoelt de kwaliteit. En dan is het echt gewoon puur als we het hebben over camera's. Hè? Camera's kunnen in vele verschillende soorten kunnen die komen. Hoe hebben we het tot nu toe gedaan? Vooral met zijn telefoon filmen. Ja, dus telefoon kan natuurlijk al heel mooie kwaliteit geven. Maar willen jullie het nog wellicht professioneler gaan aanpakken? Uiteindelijk wel, ja. Oké, dus dat is ook iets waar je wel beter in zou willen worden. Ja. Wat voor een actie zou er daaruit voort kunnen komen? De thuisbasis van iedere leerling is de coachgroep. En elke coachgroep heeft een vaste coach. Coachgroepen worden elk jaar opnieuw samengesteld. De leerlingen die mogen bij ons besluiten wat ze willen leren. En daar hebben ze de vrijheid in. Alleen op het moment dat wij in gesprek gaan over hoe dat dan te doen. En daar maatwerk leveren voor het kind zelf. Dan mogen wij daar ook echt wat van vinden. En werken we er eigenlijk naartoe dat het kind dat ook zelf gaat zien. Nou, dat bedoelen wij met gaan staan voor je eigen ontwikkeling. Het eigenaarschap over je eigen leerprocessen kunnen hebben. Hey, pak even je pen, pak even je challenge monitor erbij. Wat heb ik vandaag te doen? Saskia is er vandaag niet, mocht je haar willen spreken. De andere coaches zijn er wel. Heb jij dan gewoon hier in dit lokaal? Ik blijf de hele dag hier. Dus, lekker naar je plek. Wat voor challenges heb je vandaag gedaan? Ik heb er eentje over Anne Frank gedaan. Ja. Nelson Mandela. Over donoren, dus orgaandonatie of bloeddonatie. En politie, vegetarisch zijn. En ik ben nu bezig met gezonde broodjes op school. En dan gaan we, ik heb dan met drie andere kinderen, gaan we elke week gezonde broodjes maken voor kinderen die dit. Nou, mijn meest recente is eentje over een website maken. Daar heb ik half afgerond, maar daar ga ik nog in de vakantie zelf mee verder. Ik heb er helemaal aan het begin van het jaar een over bijen gedaan, honingbijen dan. Ook nog een over programmeren, ik hou van ICT. Wat nog meer? Ik ga heel even opzoeken. Ja. Ik heb er namelijk nog meer. En hoe kom je op de onderwerpen? Nou, ik persoonlijk heb de onderwerpen gekozen die mij gewoon interessant leken. Dus bijvoorbeeld of vroeger dat ik dat wou worden als beroep. Of dat het me gewoon leuk leek of dat ik er al iets van wist. Er komen soms dan inspiratiesessies. En dat zijn dan mensen die... vertellen over bijvoorbeeld hun beroep of iets waar ze veel van weten. En dan kan je daar inspiratie uithalen voor een nieuwe challenge. Ja, het zijn dan mensen van buiten, zeg maar. Ja, of ja. Ouders van kinderen. En dan kom je in een coachgroep. En die ga je heel goed leren kennen. En hij of zij gaat jou heel goed leren kennen. En wat vind jij dan belangrijk dat hij of zij van jou weet? Vorig jaar heb ik heel erg gemerkt dat ik in mijn denken gewoon... veel verder ben dan anderen zijn. En dan is dat heel moeilijk, want dan denk je over andere dingen na. Van zo, waarom maken we ruzie over dit soort dingen, terwijl dat helemaal niet belangrijk is. Dan sta je er op een gegeven moment helemaal alleen voor. Ja. Dus wow. Hoe kan iemand jou dan helpen daarmee? Ja, gewoon door niet de dingen belangrijk te maken, terwijl het niet belangrijk is. Oh, dat is mooi. Ja. Oké, zijn er nog meer dingen? Ik denk dat als je coach wil worden, zeg maar, dat het begint met oprechte interesse. In wie zit hier nou voor me? Met wie werk ik? En dat je daar oprecht naar geïnteresseerd bent. Niet gehinderd door periodeplannen, PTA's, roosters, de bel die gaat voor en dat de leerlingen weer bij je weggaan. En wij zien onze kinderen dag in dag uit, de hele dag, zijn ze om ons heen. Dus ze raken niet zo snel uit het zicht bij je. Dat vind ik wel een heel belangrijk element om goed te kunnen coachen. Ja.
Nou is er nog iets anders hier dan op andere scholen, is dat ouders ook veel meer in de school zijn. Meestal op de middelbare school komen ouders eigenlijk niet meer op school, behalve voor een 10 minuten gesprekje of zo over het rapport. Maar hier vinden we het heel belangrijk dat ouders echt betrokken zijn en ook bijvoorbeeld een inspiratiesessie komen geven of een workshop. Of hoe zou je dat vinden als jouw ouders dat komen doen? Nou, soms wel een beetje awkward. Ja. Maar ja, mijn moeder gaat natuurlijk weer iets met kunst doen en mijn vader gaat waarschijnlijk iets met zijn plaatjes doen of zo. Ja, dat vind ik toch wel grappig. Toch wel grappig, ja. Toch wel grappig, denk ik. Tot nu toe heb ik alle intakegesprekken met kinderen en ouders zelf ook gedaan. Omdat ik gewoon belangrijk vind om de korte lijntjes te hebben. En een persoonlijke benadering is zo belangrijk. En ook de betrokkenheid van de ouders is gewoon ook groter als je, als je elkaar goed kent. Het kiezen van nieuwe challenges op basis van wat je mee hebt gemaakt daarvoor, dat vinden wij een hele belangrijke. Dat je kan verantwoorden, ik wil dit stapje maken met ontwikkeling en daarom kies ik deze challenge en richt ik hem zo in. Ik heb dus een challenge gedaan over, daar ben ik niet mee bezig, over character designing. En ik wil eigenlijk zo van alvast oefenen voor later, want ik wil als baan wil ik character designer worden. Dat is eigenlijk dat je dat je zelf karakters gaat ontwerpen, bijvoorbeeld voor games en films en die dingen. En dan kan je zelf een beetje weten hoe diegene eruit ziet natuurlijk en hoe zij zeg maar zelf zijn of ze gewoon heel erg wat voor karakter zeg maar ze zelf hebben. Ja. Nou, heb je 3 figuren getekend. Wat staat dat voor? Dit is voor mijn eindpresentatie. Die ben ik dat moet ik maken voor om te laten zien wat jij hebt geleerd dit jaar. En ik dacht, ik ga het tekenen, want dit is ook een van mijn challenges. En hier heb ik mezelf gemaakt aan het begin van het jaar. En hier hoe ik er nu uitzie. En hier in de toekomst, dat weet ik dus nog niet. Dus daarom heb ik er allemaal vraagtekens bij gezet. Ik vind het vreselijk om dingen te lezen, want ik heb niet heel erg dyslexie. Maar ik heb best wel dyslexie. En dat is echt heel irritant, want dan lezen andere mensen echt een tekst in 1 minuut en 20 seconden. En dan zegt hij dus, oké, dan gaan we nu door en dan ben ik pas op de helft van die hele tekst. En dan denk ik echt, nou juf, heel even rust gaan hoor. En om daar geholpen mee te worden met gewoon rustig de tijd kunnen nemen voor dingen. En rustig dingen door kunnen lezen of dingen door kunnen nemen. En het even me laten bezinken en dan denk ik, oké, dus dat en dat is belangrijk van wat er net is verteld en gezegd. Even dingen te kunnen laten bezinken. Oh ja, dat is ook een mooie. En als je nou die eindpresentatie en wat je daar vandaag in wil doen, als je dat even uitzet in acties, kan je dan verder of heb je ergens nog hulp bij nodig? Wil je nog iets met mij daarover bespreken? Of heb je het allemaal scherp? Ja, het onderwerp waar ik trots op ben, weet ik nog niet zo goed. Oké, nou, dat is iets waar we al vaker over gehad hebben natuurlijk. Heeft ons coachgesprekje van vorige week daar iets in kunnen betekenen, zeg maar? En ook gewoon als coach je kwetsbaar durven opstellen. Ja, dit weet ik nog niet, laten we samen op zoek gaan. Laten we deze reis samen. En net zo ook de leerlingen wel eens vragen, en ik heb nu deze actie gedaan, hoe heeft dit nou uitgepakt? Dat heb ik al met een bepaalde leerling wel gedaan en dan kan je ook nog wel verbazen die leerling dan teruggeeft. Soms krijg je ook je blinde vlekken. Ja. Je blinde vlekken worden niet meer blind door de feedback die je ontvangt. En daar ook open voor staan, want serieus nemen. Ja, het meenemen. Ja. Heel fijn je weer te zien. We hebben nog maar 2 weken. Bo, waarom heb je voor Agora gekozen? Omdat ik eerst op een andere middelbare school zat en die niet helemaal bij mij paste qua hoe het leren en zo.
Dus nu, ja, en toen kwam ik erachter dat deze school bestond. Via mijn zusje. Want die zit hier ook op school. Dus toen ging ik ook naar deze school. En hoe kwam het dan dat je op je oude school het niet naar je zin had? Omdat het zo heel massaal groot was, zeg maar. Heel veel mensen. En ik voelde me niet heel persoonlijk. Dat mensen echt wisten wie ik was of zo. En ik kon gewoon niet heel erg goed dat hele erge zelfstandige leren. Dus dat je gewoon thuis gaat leren en dan daarna een toets maakt of zo. Dat lukte me niet. Dus daardoor stond ik al veel onvoldoende. Dus toen ging het niet goed. En hoe gaat het hier? Ja, heel veel beter. Ja. Ook omdat het zo, dat er niet zoveel mensen op deze school zitten, dat het heel persoonlijk is. Dus dat mensen echt weten wie ik ben. Ja, zoeken naar een plek waar ze zich als mens kan ontwikkelen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, helemaal na coronatijd heb je verwacht dat de wereld eigenlijk creatiever gaat denken. Dat je veel meer ingaat op menswaarde. Nou, dat hebben wij eigenlijk in ons privé vaak genoeg meegemaakt. Dat je met de waarde van lef hebben en ken je jezelf. Hoe verhoud je je tot een ander? Welk individu ben je nou eigenlijk? Dat je daar veel verder misschien wel mee kan komen in je leven dan alleen maar de zaakvakken of de cognitieve vakken. En ja, het hele idee dat je zelf een leervraag mag ontwikkelen. Waar je toekomt aan jezelf en wat wil jij nou leren. En ja, dat is gewoon fantastisch. En dat gunnen we jou. Want ja, dat ben je echt waard. Ja, Fen heeft het niet altijd even makkelijk gehad, terwijl ze zoveel capaciteit heeft. En het zou fijn zijn als jullie wel kaders bieden, eigenlijk soort oevers waarbinnen je mag stromen, zeg maar. Ja, ja. Mooi gezegd. Ja, ja, zeker. Ja. Ja. Ja, het is zo'n grote stap dat je ook wel een beetje aangedaan bent soms ervan. Als je zo'n kind zo ziet gaan en het idee krijgt van dit zou een oplossing zijn. Ja, dat gun ik haar, want ze is aan het worstelen geweest. Ja. Hè? Aan het begin van het jaar wilde ik erbij zitten wat voor changes ik toen had en hoe ik een beetje was. En nu en hiernaast wil ik gewoon zetten wat voor challenges ik afgerond en waar ik nu mee bezig ben. En ik hoor ook bij zitten hoe ik zeg maar ben verbeterd vond. Mm-hmm. Dat ik meer sociaal ben geworden en die dingen. Ja, maar hoe was je en hoe ben je nu? Ik was meer wat minder sociaal en ik was een beetje bangerig in het begin van het jaar. Omdat het natuurlijk ook met een hele nieuwe groep was. En ja, nu ben ik ook wat meer zelfverzekerd geworden en meer sociaal. En ik heb meer mijn eigen kledingstijl ook gevonden. Ook gewoon behoud mijn eigen stijl ook ben. Toen ik hier net op school kwam, zat ik echt niet lekker in mijn vel. Ik was heel onzeker en ook dat ik dacht dat ik niet zoveel kon, zeg maar. En in het eerste jaar van dit, toen ik in het tweede zat, dat noemen ze dan ook wel een soort van detoxjaar. Dus dat je een beetje ontgift van alle dingen die je dan op een andere middelbare school hebt geleerd en zo. Dus toen had ik ook de kans om mezelf wat beter te ontdekken. Dus dan vooral in nieuwe contacten maken en daar dan meer over leren. Wat dan soms ook niet helemaal goed gaat, maar daar leer je dan ook weer van. En in, gewoon in het stukje wat fijner met jezelf zijn of zo. Dus wat blijer met jezelf zijn. Dus daar is het eerste jaar volgens mij vooral veel voor gemaakt. Daar was ik wel blij mee, want daardoor kon ik ook wel beter leren daarna. Ik vraag me af of Agora het onderwijs van de toekomst is. In een tijd waarin je vooral moet weten in te spelen op een wereld die snel verandert. Door globalisering, digitalisering, social media. Je kan wel in mijn geval VWO 6 jaar op een normale middelbare school zitten en heel veel informatie over je heen laten komen. Maar heel veel van die informatie die ga je ook niet echt gebruiken soort van later. In my opinion, je hebt het niet echt nodig. En het is ook niet echt leuk om soort van heel veel te weten over iets dat je niet echt interesseert. Van, wat ga je er dan ook echt mee doen? Niks eigenlijk. Soort van, tenzij je naar een quizshow gaat of zo, ja, dan heb je het wel nodig. Maar je hoeft je niet zo te bewijzen hoor, vind ik. Ja. Ik heb toevallig net van mijn studie dus alle onderwijsconcepten met elkaar vergeleken. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we allemaal verschillende soorten onderwijs naast elkaar hebben.
Zodat ook elke docent of coach in ons geval op zijn plek kan zitten. Want als je gemotiveerde docenten of coaches hebt, dan denk ik dat, ja, dan draag je dat ook wel uit op de leerlingen. Dus dat is belangrijk. Ik denk dat, dat de docent op zijn plek moet zitten. Maar ook de leerling moet op zijn plek zitten. En dit type onderwijs is daar ook voor nodig. Maar ook andere type onderwijs. Ik denk dat het een van de weinige concepten is die ook echt start met het kind centraal zetten. Ja. Omdat het simpelweg uitgaat van de leerwens van kinderen. En dat dus in die zin denk ik dat als we een beeld gaan vormen over wat is er straks in de maatschappij nodig nadat kinderen uitstromen uit het onderwijs, dan denk ik dat dit opzoekt en ook mogelijk maakt om vaardigheden te ontwikkelen die dan van belang zijn. Ja. En dat wil niet zeggen dat dit dé manier is, maar het is wel een manier die daarna op zoek probeert te zijn. Echt zelf leren creëren, nadenken, in plaats van dat je gewoon doet wat er in een boek staat en wordt opgevolgd. Dat je dat opvolgt, bedoel ik. Echt het zelf nadenken. Ik denk dat dat ook wel echt iets is wat een groot verschil is met algemeen onderwijs. De rol van de leraar is natuurlijk gewoon inderdaad enorm veranderd. Mede door de veranderende wereld. Hè. Het digitale tijdperk waarin kennis wordt ontsloten door alle devices die ze maar binnen handbereik hebben. En vroeger was daar echt de leraar voor. Die had de kennis, die had ervoor gestudeerd. En dat was degene waar ze de kennis bij moesten halen en wilden halen. Gifbloemen. Ach, moet die dan doen? Ja. Nee, alsjeblieft. Oh, Hermes, ze zijn prachtig. Nou ja, Orpheus heeft ze geplukt. Ik heb nog... Als ik spreek uit wat ik heb geleerd, dan is dat echt wel je mindset of hoe je denkt dat wel echt wel echt meer belangrijker is dan dat soort van het weten. Wat heb ik voor nodig om hierin beter te gaan worden? Want dan denk je soort van, hey, ik kan groeien. Oeh. Alsjeblieft. Oh, Hermes, ze zijn prachtig. Dat je in ieder geval niet denkt van, oh, ik kan niet beter worden in dit. Ik ben gewoon zo. Nou, nog een laatste keer en dan met echt heel veel energie. En blij, handen in je zij, niet frummelen. Top. Moet je deze horen? Bij deze vertellen wordt het meteen een Griekse tragedie. Oh, dat is leuk toch? Wij nemen het wel over. Ga je gang. Wij zijn de muzen, godinnen van de kunsten en verkondigers van helden. Helden als Hercules. Zeg maar liever Hercules. Ik denk dat wel een soort van mijn skills met andere mensen en samenwerken en presenteren, dat wel een stuk beter is geworden eigenlijk. Dus ik denk dat ik vooral in dat soort dingen, dus street smarts, om het zo maar even te noemen, dat wel meer gegroeid is. Ja, want hoe was je? En hoe ben je nu? Ja, ik was altijd best wel bang om te presenteren en zo. En ik wist niet, aan het begin van Agora wist ik ook echt niet wat ik moest doen. Ik dacht, ja, maar hoe kan ik dan cijfers krijgen? Hoe kan ik dan leren? En het duurt echt wel een tijdje om eraan te wennen. Maar na een tijdje heb ik gewoon gezegd, zien, kom op, je kan dit. Bang zijn is nergens voor nodig. En toen eigenlijk is het soort van veranderd. En nu heb ik daar ook heel erg de ruimte voor genomen om dat te laten ontwikkelen. En die ruimte krijg je ook. Zeker weten. Ja. Dus eigenlijk moet zij de baby hebben. En dan moet je hem geven, voorzichtig. En welke rol speelt je coach daarin? Zij helpt mij vooral als ik af en toe even in de knoop zit, want ik kan af en toe in mijn hoofd wel, ik doe zo ontzettend veel dingen, dan raak ik een beetje in de klit. Maar zij helpt mij eigenlijk altijd van oké, rustig, alles aan het ontrafelen eigenlijk met elkaar. En op die manier kan zij mij in dit proces begeleiden. Alles, hoe gaat het in de onderwereld? Ach, wat zal ik zeggen? Een beetje donker, een beetje schemerig. Zoals altijd, hè? Vol met doden. Je mag een beetje naar voren lopen met steden. Zijn broers zijn helemaal elkaar lang. Waar is die? Weet je hoe ik moet planten? Ja, gewoon zo. En dan ik zou even eentje voelen. Ja. Als je een beetje druk maakt. Ja, dus je maakt op elke 25 centimeter gaatje. Hoe kom je hier terecht op het Zoeterland, op deze tuin? Ik ben hier terecht gekomen door Marcel. Zij begon een stage te zoeken voor mij, omdat ik graag bezig was met groen en zo.
Ik vind stagesplekken heel belangrijk voor leerlingen. Dus ik vind dat het al vanaf de eerste klas moet beginnen. Wat we ook bij Agora proberen te doen. Is omdat leerlingen al bezig zijn met hun toekomst. En als je pas op je vierde klas of vijfde begint met stageplekken. Dan is het eigenlijk te laat. Want je kiest eigenlijk in derde moet je profielkeuze maken. Als je op HVVWO zit dan. Is het heel belangrijk om vroeg te beginnen met stages en dan in het echte wereld in aanmerking te komen. Zodat je veel bewuster kiest. Ja. Wist je altijd al dat je met groen bezig wou of heb je dat idee later gekregen? Dat heb ik eigenlijk altijd al. Als kind was ik of boer of dierenverzorger wou ik worden. Ja. In mijn familie is eigenlijk boer. We proberen ook vaak leerlingen te stimuleren om juist andere dingen te kiezen dan wat ze willen, zodat ze ook achterkomen, hey, misschien vind ik dit ook leuk. En ervaring opdoen wat ze niet, dat ze niet kennen, wat het niet van huis is of uit hun comfortzone eigenlijk. Ja, helemaal goed. Die diepte is prima. En wat nu gebeurt op dit moment, dat leerlingen veel met vragenlijst bezig zijn, dus achter de computer. En dan wordt bepaald welke richting je moet kiezen. Nou, ik vind persoonlijk, en wat we ook op Agora doen, is om kinderen buiten de school dingen laten doen, zodat ze makkelijker keuzes kunnen maken zonder een test. En ja, dat examen is er nog steeds, daar hebben we aan te voldoen. En daar gaan we ze ook naartoe brengen, tot we hopelijk horen dat het niet meer bestaat. Want daar gaat het misschien wel naartoe. Ja. Dat kinderen veel meer zich kunnen bewijzen waar ze staan door bijvoorbeeld een portfolio te maken over alles wat ze... Wat ze geleerd hebben in een bepaalde periode. Sinds kort werken we met badges. Dus waar zijn we aan het ontwikkelen? We willen leerlingen eigenlijk badges geven waar staat welke vaardigheden ze kunnen. Dus dat kan van alles zijn. Goed samenwerken, kritisch nadenken, presenteren. Maar ook echt in het vak goed worden. En dat willen we eigenlijk aan de leerlingen digitaal geven. Waardoor het een soort digitale portfolio wordt. En later als ze naar... hogeschool en universiteit of mbo willen gaan, dat ze dat kunnen laten zien van hey, deze ervaring heb ik al gedaan en ik hoop dat dat in de toekomst normaal wordt. Ja, nou, er zijn er wat bedrijven, zoals Google bijvoorbeeld, weet ik, die vragen niet naar diploma's, maar naar skills. Ja. Is dat dezelfde? Ja, dat is hetzelfde eigenlijk, soort skills wat de leerlingen... En het is ook motiverend voor de leerlingen om te gaan doen. In de toekomst laten we ons portfolio zien. Maar voorlopig zitten we dus nog vast aan het eindexamen. Natuurlijk moet ze over het hekje springen. Natuurlijk moet ze dat centraal examen halen. Maar ik hoop dat ze in gesprek met experts binnenkomen. Ik ben die en die. Dit kan ik heel goed. Dit vind ik lastig. En zich daarin dus ook kwetsbaar opstellen. En ik wil graag van u weten, hoe ga ik dit tot een goed einde brengen? Hoe ga ik me verdiepen in uw vak? Ja, ik kan me niet voorstellen dat een expert dan niet trots is dat hij mag werken met kinderen die zo binnenkomen. Deze zijn anders. Dit zijn chromosoommutaties waar hele stukken chromosomen worden gemuteerd. En hier weer puntmutaties. Dat gaat echt om losse bazen. Die... Trouwens, volgens mij had ik de eerste wel. Dat was de deletie. Sowieso. Ja, want? Nou, het zijn er minder. Dus er wordt een stukje weggehaald. Dus ben je een stuk kwijt. Ja. Oké. Dus die is goed. En dan de tweede is, leg uit, dat een zonbelichte huid sneller verouderd. Ja, dat ik snap niet hoe je dat opeens kan tegen weten. Tegen de zon is beschermd. Agora in Leiden heeft dit schooljaar voor het eerst leerlingen in de bovenbouw. Bij de eindexamenvakken krijgen de leerlingen hulp van vakleerkrachten die bij Agora expertcoaches heten. Wieke zit in principe in de vierde klas. En zij doorloopt op haar manier het examenprogramma. En dat betekent dat Wieke heeft gekozen om het hele DNA-gedeelte, erfelijkheidsgedeelte, achter elkaar te doen. Dat betekent dat ze nu bezig is met VWO6-stof. Dat is best hoog gegrepen, maar het gaat goed. Het lukt goed om het allemaal te begrijpen. En nu gaat het met name om hoe pak je vragen aan, wat is belangrijk in een vraag. Dat is voor ons ook allemaal een beetje uitproberen en testen van of dat inderdaad werkt. Tot nog toe werkt het, wat mij betreft. Wat Wieke betreft ook. Dus we gaan daarmee door. En dan gaat ze dus op haar eigen manier door dat hele programma heen. En dat wordt ook dus het onderdeel van ons debat van volgende week. Van wat vinden jullie, wat zou Europa, dus de Europese Unie, moeten doen? Zou Oekraïne gewoon lid moeten worden? Of niet? Maar wat dan wel?
En om dat goed te kunnen onderbouwen gaan wij kijken naar verschillende oorzaken van dit hele conflict en gevolgen. En waarom oorzaken en gevolgen? Nou, omdat onder andere als je ooit eens besluit toch een geschiedenisvak te gaan doen in je eindexamen, dan moet je bij je eindexamen moet je ook zelf oorzaken en gevolgen kunnen benoemen. Maar ik had gehoord dat Turkije de Zwarte Zee af had gesloten voor alle vrachtschepen van Rusland. Ja, dat klopt inderdaad. Dus hè, je zou ook nog Oekraïne vanaf de Zwarte Zee, hè, daar zou je ook mee kunnen komen. En dat heeft Turkije afgesloten. Wat ze eigenlijk nooit doen, want Turkije is ook heel erg afhankelijk van Rusland. Voor bijvoorbeeld gas, maar ook 5 miljoen Russen gaan elke zomer op vakantie in Turkije. Oh, deze twee zijn allemaal heel erg. Ja, dus deze leggen we. Poetin wil dat Rusland serieus genomen wordt in de wereldpolitiek. Nee, dat wordt hij echt al heel erg. Wordt hij echt al lang. Ja. Wauw, we zijn nu al klaar. Maar het is alleen het probleem dat er nu oorlog is. Want als Oekraïne nu bij de NAVO komt... Ik denk dat het nog wel erger wordt. Ja, precies. Dan gaat Rusland ook Europa binnenvallen. Ja, ik denk ook Europa binnenvallen. En dan wordt het wel een kernoorlog, denk ik. Dan zou het daardoor... En dan gaan misschien meer landen ermee bemoeien. Ja. Dat is ook in de Europa zitten natuurlijk dan. Maar de vraag is, moeten ze nu lid worden van de Europese Unie? De wereld is zo snel veranderd. En wij denken dat Agora daar juist heel mooi op inspeelt. Als je kijkt naar de afgelopen 2 jaar waarin corona ineens in ons leven was. Waarin er ineens een oorlog is. Waarin er ontzettende klimaatveranderingen op stapel staan. Wij leren kinderen hier om juist om te gaan met die onzekerheden. Dat is ongeveer de enige zekerheid die er is dat het leven ontzettend onzeker is. En als je nou kinderen leert om daarmee om te gaan, om jezelf aan te zetten, om voor jezelf doelen te formuleren, om te kijken hoe je om kan gaan met dingen die op je pad komen en hoe je jezelf dan dingen kan aanleren of waar je die kan halen, Dan kun je je leven lang leren. Wat denk je dat je op deze school hebt geleerd, wat je later van pas kan komen? Dingen die je op je vorige school niet zou leren? Nou, wel vooral op meer zelfvertrouwen, zeg maar. Dus wat sterker in je schoenen staan. Dus gewoon, dit ben ik en dit wil ik graag aan jou vertellen. Oh, en dit, ja... wil ik van jou weten of zo. Dus wat meer jezelf goed presenteren en zo. En ik denk dat een soort van mindset of een soort van weten hoe jij in elkaar zit, dat is veel belangrijker. Want dan voel je je ook meer gelukkiger natuurlijk. En omdat je weet hoe je in elkaar zit, dan weet je natuurlijk soort van wat helpt voor jou. En soort van wanneer je dat weet. Ja, dan kom je echt heel ver. Na deze school wil ik heel graag journalist worden. Dus dat wil ik heel graag doen na deze school. En ik hoop gewoon dat ik met de dingen die ik op deze school heb geleerd, dat ook makkelijker kan. Dus. Uit je comfortzone stappen. En dan toch nog meer te groeien. Want je stopt nooit met leren. Dat is eigenlijk zo van het meest belangrijkste. Dus ja.